Ik heb geen joint gerookt. Ik heb geen EPO gebruikt. Ik heb geen cocaïne gesnoven. Ik heb zelfs geen hoesdrank genomen. En wanneer mijn sigaren straks niet op de dopinglijst staan, kan ik met gerust geweten een plasje gaan doen. Het Nederlands elftal ploeg van het jaar. Nou. Dat ze lui van geest waren en dommig van gedrag, de heren van de FIFA, wisten we al. Dat ze dement zijn, is nieuw. Ik word misselijk van al die elleboogstoten tegenwoordig. Een club met een beetje fatsoen zou zelf zijn spelers moeten straffen in plaats van af te wachten wat de aanklager en de KNVB doen. Dames en heren, goedenavond. Welkom in Sport aan Tafel. En u heeft gezien wie er vanavond bij ons aan tafel zit. We bespreken de sport met Evert ten Apel. Hij is commentator bij Studio Sport. Met Hugo Kamps, hij is journalist bij Elsevier en columnist bij NRC Handelsblad. En met de hoofdredacteur van het voetbalweekblad Voetbal International, Johan Derksen. Heren, welkom. Gianni Romme, dames en heren, reed een nieuw wereldrecord in Heerenveen op de 10 kilometer. Maar wij stellen vragen, niet over Gianni Romme. Maar moeten we Marco van Basten niet gewoon met rust laten? Is de Graafschap, het Atletico Madrid van Nederland, gaan de lijken bij Vitesse binnenkort uit de kast rollen? En bedrijft Ajax een moderne vorm van slavenhandel en leidt Feyenoord aan een Stuttgart-complex? Maar eerst even de mensen die zijn overleden. Jaap van der Lek overleed deze week, de ex-trainer van onder andere DOS, Feyenoord en het Nederlands elftal. Hij was 89 jaar. Een vakbondsman in hart en nieren. Hoe herinneren wij ons Jaap van der Lek, Johan? Nou, een beetje een ouderwetse trainer in zo'n drollevanger vroeger. En ik ben in een heel ver verleden nog eens een tijdje speler-trainer bij Cambuur geweest. Maar dan had ik geen diploma. Het was er een trainer ontslagen. En dan stond Jaap van der Lek in zo'n KGB-regenjas in de bosjes. En die betrapte je dan. En dan werd het een zaak. Want hij lette in heel Nederland op of er geen trainer zonder diploma liep. En het is geloof ik een van de weinige trainers die nooit een potje met Nederland zelfs al gewonnen heeft. Want hij was in de periode trainer toen al die profs naar Frankrijk gingen. Dus hij bleef echt met de tweede garnituur over. Ja, hij heeft er geloof ik 1 of 2 gewonnen, 21 nederlagen, 30 in het lands totaal. Ja, hij heeft heel erg veel verloren, kan ik paar me herinneren. Maar het was een amabele man. En thuis had hij die VVON-afdeling. Ze hebben nu die club van Jan Reker, maar de VVON die coverde toen ook de profs. Ja. Dan had hij een assistent en op een van zijn slaapkamers, daar was het kantoor van de VVON. En hij zat dan met zijn vrouw en het hondje beneden. En die assistent die op kantoor zat boven, en die mocht dan niet zijn schoenen aan de boven. Die liep er op zijn sokken, want anders had Jaap er last van. Dat was een lieve man. Oké. Andere necrologie gaat over Emil Zátopek. Hij overleed deze week 78 jaar oud aan een hersenbloeding. Hij had in 48 in Londen, hier hebben we hem. In 48 in Londen had hij op de 10 kilometer al goud gewonnen, op de 5 kilometer zilver. Maar in Helsinki overtrof hij dat allemaal in 52. Toen hij goud won op 5 en 10 kilometer en op de marathon. Ja, een groot sportman. Hugo Kamps. Een heel groot sportman. En de schoonheid van Zátopek was zijn ongelooflijke grimas van pijn. Als hij liep, liepen 20 miljoen doden mee. En als je dat dan vergelijkt met wat u nu op de sportvelden ziet, die feminine ijdeltuitjes, dan denk ik, ja, zo'n held wordt er niet mee gemaakt. Bovendien, hier in Nederland dragen de vrouwen het land, maar vroeger in het Oostblok droegen de sporters, de topsporters het land. Dus Zátopek was ook een gekoesterd man door het regime. En toen in 1968 de Praagse lente uitbrak, is hij toch mee met Dubček gegaan. Nou, dat vind ik voor iemand die dus zelf bijna doodgeknuffeld werd, tot kolonel van het leger was gepromoveerd, dan toch die mentale soevereiniteit hebben om te kiezen voor de vrije geest. Dat zegt natuurlijk ook iets over Zátopek. Oké, hij heeft er overigens later, omwille van, heeft hij daar weer een beetje spijt van gekregen. En is hij toch weer een beetje mee gaan hobbelen met het andere regime. Maar dat was overleven. Na 90 afgelopen, inderdaad, om te overleven. Bij dood hoort leven. In Duitsland het gelukkige nieuws van de geboorte van een jongetje. Frans Beckenbauer, de keizer, verwekte een buitenechtelijk kind bij zijn 36-jarige secretaresse. Evert ten Apel, jij als Duitslandkenner, waarom zou de keizer dat kind nou Johan hebben genoemd? Ja, waarom zou hij hem Johan hebben genoemd? Ja. Hij heeft toch zeker respect voor onze vriend Derksen waarschijnlijk. Nou, ik kan me niet voorstellen dat de keizer het Derksen persoonlijk kent. Nou, dat had een goed linkerbeen, hoor. Ja, daarom. Maar heb je enig idee? Ja, kijk, Beckenbauer en Cruijff, dat zijn natuurlijk twee voetbalgoden. En ja, uit enig respect voor de heer Cruijff
vermoedelijk, maar of Cruijff daar blij mee zal zijn, dat waag ik te betwijfelen. Nou ja, misschien bestaat er wel enige verwarring over het vaderschap. Ik ben het in ieder geval niet, toekomst. Oké. Okay. Nou, de zaak is altijd goed voor elkaar gehad, hè? Ja, maar is het enigszins logisch dat hij hem Johan noemt? En los daarvan, hoe is het mogelijk dat hij overal mee wegkomt? Want dit zou bij elke willekeurige andere Duitser... Nou, het leuke was dat er in de krant stond dat hij en zijn vrouw hadden het uitgesproken. En die bleven gewoon bij elkaar. Dat viel in mij thuis niet zo goed, moet ik zeggen. Oké, nou goed. Waarom die Johan heet, dat zullen we later wellicht nog een keer vernemen. Gisteravond werd Dordrecht 90 tegen Emmen in de rust door scheidsrechter Schaap gestaakt. De voorzitter van Dordrecht 90, de ex-voetbalscheidsrechter Frans Derks, zou zich in woord en gebaar hebben misdragen tegenover scheidsrechter Wout Schaap. Hij zou onder andere iets hebben gezegd in de tand van een scheidsrechter die fluit is een drol, die moet niet op de velden komen. Toch willen wij graag even discussiëren over de arbitrage. Johan Derksen, jij kent Derks als geen ander. Kun je iets voorstellen bij die beslissing van Schaap? Jawel, want we hebben een tijdje geleden gehad de affaire Jaap Uilenberg. En iedereen die van voetbal hield, die was blij dat Jaap nog een jaartje mocht fluiten. Maar we dachten er niet bij na dat dat ook voor die meneer Schaap zou gelden. En die had nog nooit een fatsoenlijke wedstrijd gefloten. Maar die was ook overjarig. Maar die mogen het kielzog van Uilenberg ook nog blijven. En ik kan me dus heel goed voorstellen dat Derks als voorzitter is die betrokken bij zo'n clubje. Dat hij gisteren een beetje door het lint gaat. En we kennen Frans Derks. Frans die wil nog wel eens onzin uitslaan. Maar als het over arbitrage gaat, dan is het altijd uitstekend. En ik denk, waarom moet er nou zo'n drama gemaakt worden als Frans Derks in de kleedkamer die Schaap eens een keer de waarheid zegt? Dat had Schaap helemaal niet op moeten reageren. Hugo, ik zeg een voorbeeld. Ik vind dat optreden van Derks vind ik zo'n karikatuur. Het is een prachtige man geweest in het verleden. Mooie jongen, had schitterende heupen. Maar nu hoort hij in een schommelstoel thuis. Hij moet zich 3 keer per dag feunen. Wil hij zijn stoffelijke resten nog een beetje bij elkaar houden? Nou ja, zeg, en dat gaat dan een arbiter te lijf, houdt toch op. Ja, maar heb je meneer Schaap wel eens zien fluiten? Als hij jouw clubje de das omdoet? Ach, wat maakt het uit? Jawel, maar als Derks wat zegt van scheidsrechters, dan valt dat extra op. En dat komt heel hard aan bij dat scheidsrechterskorps. Want het is weer Frans Derks. Maar Frans Derks was zelf een uitstekende scheidsrechter. Juist omdat Derks zelf scheidsrechter geweest is, moet hij begrijpen dat ook een scheidsrechter wel eens een off-day heeft. Nee, dus maar ook Derks is een mens. Er zit hier een commentator aan. Wedstrijd staken. Nee, 22 voetballers bovendien. Emmen stond met 2-0 voor. Precies. En die moeten dan nog 3 uur in de bus naar huis. In het wetenschap dat ze nog een keer naar de Kromme Dijk moeten. Hij heeft flapdrol gezegd, Derks tegen Schaap. Nou en? Dan maak je notitie van op het wedstrijdformulier. En je gaat over tot de orde van de dag. En je schopt maar de deur als toeschouwer uit. Ben je nu ook te dupe. Je bent door weer en wind naar de Kromme Dijk gegaan. En dan meneer Schaap, die is in zijn eer aangetast. Waar gaat het over zeggen? Gekrenkte ego's noem ik dat. Tjonge, wat een onzin. Ja, waar maakt hij zich druk om? Goed, Derks is 70 bovendien, hè? Is hij 70? Dat zal hij erg vinden dat je dat zegt. Nou, Frans, misschien ben je 69. Oké, excuus. Oké, je krijgt binnenkort een nieuwe föhn van ons allen. Jij was zeer stellig vanmiddag in je commentaar bij Utrecht-Ajax over die buiteling bij Grim, waar een penalty uit voortkwam en Grim een rode kaart kreeg. Dat kunnen we makkelijk overeind houden. Ja, ik vind van wel. Kijk, je kunt heel duidelijk uit de slow motion van de lage camera zien dat Grim zich nog inhoudt. Die trekt zijn handen in, die denkt, oh griezel. Luingefluit, ik moet sowieso oppassen. Ja. En die Kloesjefiets die gaat al als een stervende zwaan. En die denkt, hier valt iets te versieren. Nou, er viel ook iets te versieren. En dan nog een rode kaart erbij ook. Ja, ik heb het ronduit belachelijk genoemd. Dat vond ik de blunder. Kijk, dat hij die strafschop anders interpreteert, dan kan ik nog inkomen als scheidsrechter. Je kunt je ook vergissen. Dat maar ook de wedstrijd kapot maken door die man een rode kaart te geven, dat was nergens voor nodig. Nee. Denken jullie wel een beetje aan je belastingformulieren? Hé, wacht even. Ja, maar ik zit niet onder Hilversum, gelukkig. Luinge is belastingambtenaar, maar dat terzijde. Jij hebt met Luinge gesproken in de afgelopen, wat zei hij? Nou, ik wilde hem uiteraard als goed journalist vragen om zijn reactie. Ik had Fred Grim om een reactie gevraagd en ik wilde Luinge ook vragen. En ik mocht de kleedkamer in. Oh. En Roelof stond daar heel pedanterig. Zo, wat wil je? Nou, ik wil graag je reactie. Waarop? Nou, dat lijkt me duidelijk. Nou, mij niet, zei hij. Nou, mij wel, over die strafschop. Ja. Ja, maar dat was toch klip en klaar? Ik zei, nou, daar denken een heleboel mensen anders over, waaronder ik. Ja. Oh, dan heb je zeker je commentaar bij de herhaling ingesproken. Nee, Roelof, eerste waarneming. En als ik het verkeerd heb, dan ben ik de eerste om dat toe te geven. Waarom niet? Nou, ik heb geen zin om commentaar te geven op iets dat voor 100% duidelijk is. En bovendien beet hij me nog venijnig toe. Jij bent altijd tegen scheidsrechters, dus altijd tegen mij. Nou. Beetje flauw. Oké, maar we kunnen ons wel vinden in dat wat Johan zei. Ik kan me voorstellen dat hij die penalty wel geeft.
Weet je, ja, dat is toch, vind... ja, wij hebben de replay, hè? Ja, jij maar, had hem maar, er gaat iets anders spelen, hè? Luinger die heeft al een paar keer een strafzaak aangespannen door mensen weg te sturen, door dingen verkeerd te zien. En iedere keer wordt zo'n zaak door de TUF-commissie teruggedraaid en is het gewoon van tafel. Maar zo langzamerhand zal een scheidsrechtscommissie toch eens moeten zeggen, zeg Luinger, stop nou eens. Want al die zaken die jij hier op tafel gooit, die worden geseponeerd en er komt nooit wat van terecht. Dat zijn gewoon blunders van die man. Oké. Okay, dus Ik denk ook, Ruud, dat Grim wordt vrijgesproken. Kijk, de nederlaag heeft Ajax. Mm-hmm. De penalty ging ernaast, maar goed, het verlies hebben ze. Maar ik denk dat hij wordt vrijgesproken. Dat zou ook gerechtigheid zijn. Ja, dat zou ook gerechtigheid zijn, dat vind ik. Aan de hand van de beelden. Ja. Zullen we even doorgaan. Marco van Basten traint weer bij Noordwijk. Op zijn eerste training, waar hij de schoenen weer onderbond, waren 8 cameraploegen maar liefst. Waarvan 1 uit Italië en 1 van RTL Nieuws. Kijk even mee. Het vertrouwde geluid van Noppen op Steen. Het is lang geleden voor Marco van Basten. Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan. En dus heeft hij opnieuw zijn kiks ondergebonden. Wat ik eigenlijk een beetje miste was gewoon een beetje te geinen onderling op een voetbalveld. En dan met elkaar een beetje dollen en een beetje voetballen erbij. En dat is gewoon leuk. Dat is wel hetgeen wat ik een beetje miste de afgelopen jaren. Maar nou niet zozeer dat ik daar niet van kon slapen. Maar nu zich de mogelijkheid voor dat ik hier een paar keer mee kon trainen. Ik denk van nou, laat ik het eens proberen. Misschien... sta ik de volgende dag op en weet ik dat ik dat niet meer moet doen. En dat viel nog wel mee, dus ik doe het nog een keertje. Een rentree bij Milan op als redder van Ajax. Het lijkt een utopie. Maar in Noordwijk deert niemand daarom. Daar vinden ze het allemaal geweldig om Van Basten weer te zien. Ik ben toch enigszins beperkt, hè. Dat is toch een enkel die niet helemaal is zoals die hoort te zijn. En ja, qua conditie was het natuurlijk ook... ver te zoeken, maar goed, daarvoor doe ik het, om te kijken hoe ik dat eigenlijk allemaal nog wel kan. Rijkaard bij de veteranen van Apkoude, Gullit bij AC, jij bij Noordwijk. Kunnen we ooit nog een keer een trio samen verwachten? Ik denk het niet, nee. Maar kijk, die jongens zijn ook al gestopt met voetbal. En ik ben al lang gestopt met voetbal, dus eigenlijk zijn het allemaal hele vreemde vragen die jullie stellen, moet ik eerlijk zeggen. Ja, misschien wel vreemde vragen, wellicht dat ze ooit nog in aanmerking komen voor Lucky Milan. Moeten wij die man niet een beetje met rust laten? Ja, natuurlijk moeten we die man met rust laten. Alles wat je nu nog van Marco van Basten laat zien als voetballer... is ontluisterend voor hem. En hij die zo ongelooflijk veel moois heeft geboden... aan het Nederlandse voetbal en aan het internationale voetbal... moet je dat leed besparen. Dus wat de media daar doen, is terrorisme. Nee, ik vind het niet. Nee. Alles wat Van Basten doet, dat heeft toch nog iets. Ik krijg er een brok van in de keel. Dat kreeg ik al op het moment toen hij het veld in de arena opkwam... bij die wedstrijd met Johan Cruijff. En Van Basten... kon weten, op het moment dat hij dit ging doen, dat er 8 cameraploegen op af zouden komen. Okay. Nou, ik vind dat je het moet respecteren. Die jongen die wil, die heeft al jaren laten weten, hij heeft geen behoefte aan publiciteit. Nu hebben een paar vrienden hem zo gek gekregen dat hij daar gaat trainen. En het loopt storm met camerateams. Dit is voor die jongen waarschijnlijk een reden om, als hij het al zou willen, om nooit te gaan spelen. Want als ze dan tegen IJsselmeervogels spelen, dan zijn er 20.000 mensen en nog meer camerateams. Dus ik vind dat je dat soort mensen met rust moet laten. Het zou ook kunnen dat het vanzelf overgaat, hoor. Wanneer hij helemaal speelt dat men zoiets heeft, precies, dan laat maar. Ik denk dat wel een beetje rustig wordt. Wat denk je van Derksen terug in Haastrecht 3? Ja, Derksen terug in Haastrecht 3. Oh, sorry, tweede. Vorige week constateerden we dat Rob McDonald bij de Graafschap op de schopstoel zat. Niet weten dat hij op dat moment al ontslagen was. Sterker nog, hij moest het nieuws de andere dag uit de krant vernemen. Hij zou intermenselijk slecht bij de ploeg liggen op het intermenselijk vlak. Ging er veel mis tussen hem en de spelersgroep. Weinig respectvol, hè, dat je het uit de krant moet vernemen. Ja, schandalig eigenlijk. Ja. Maar we waren het wel over eens dat hij weg moest. Ja, ik was er helemaal niet over eens dat hij weg moest. Ik kreeg het idee dat hij weg zou gaan. Mm-hmm. Maar je struikelt bij de Graafschap over de directeuren, commercieel, technisch, algemeen, weet ik veel. En dan denk ik, als ze nog niet eens met al die directeuren fatsoenlijk een ontslagprocedure kunnen regelen, wordt het dan eens tijd dat die directeuren een schop krijgen. Want die zitten daar met een stropdas te oreren waarom die ontslagen wordt. Mm-hmm. Nou, ik vind het allemaal wat overtrokken, hoor. Ja, maar ik geloof toch dat het ontslag van McDonald een chroniek van een aangekondigd afscheid was. Hij wist zelf dat vorige week zijn beslissende wedstrijd zou gespeeld worden. Hij had zich mentaal al een hele tijd kunnen voorbereiden op dat ontslag. Om nu te doen alsof het plots uit de hemel is komen vallen. Oh, dat heeft hij niet gedaan. Dat heeft hij niet gedaan. Maar de Graafschap heeft een reputatie, hè. Die hebben er al wat... 5 trainers in 2,5 jaar ontslagen. Korbach, Van Doorneveld, Thijssen, Morales en McDonald. Even naar jou. Is de Graafschap Atletico Madrid van Nederland aan het worden? Ja, dat wordt wel een beetje bijna een karikatuur daarvan. Maar
Ik vind het onterecht dat hij ontslagen is. Ik dacht dat Rob McDonald een prima trainer was voor de Graafschap. En zijn manier van voetballen van vroeger, een kopsterke spits, dat past wel bij het spel van de Graafschap. Maar hij had het wel kunnen weten, want op weg naar de spelersbus schijnt directeur Zwart tegen hem gezegd te hebben: morgen vroeg om 9 uur, dan hebben we een gesprek. Zo heeft ook meneer Opgenoord tegen Henk Duut gezegd dat hij morgen vroeg om 9 uur op kantoor moet komen. Nou, dan weet je het wel. Ja, ja, oké. Okay. Dus Duut kunnen we nu ook gevoeglijk aannemen dat hij bij Fortuna, daar gaat het over. Ja, maar waar ik nu altijd benieuwd naar ben, hè? Er zijn dus 5 trainers uitgeschopt daar. En dan denk ik, zou die vakbond nou niet eens tegen zijn leden zeggen van: als de Graafschap aanklopt, moet je maar eens een keer weigeren. Een trainer met karakter. Maar ik denk dat ze weer over elkaar heen tuimelen om aan het werk te gaan met de Graafschap. Oh, de vakbond is bezig als makelaar op te treden in plaats van de belangen van trainers en spelers te behartigen. Nog een ontslag. Bij MVV werd Jerry de Jong op staande voet ontslagen. Hij had de pinpas van Emerson ontvreemd. Probeerde daar weer bij de bank geld te pinnen. Dat ging niet. Betekent dat het einde van zijn carrière, Johan Derksen? Ja, dat is treurig voor zijn jongen en voor zijn gezin. Die is voor zijn leven gebrandmerkt. En dit zal hem blijven achtervolgen. Dat is gewoon heel triest. Verontschuldigingen helpen dan niet meer? Nee. Hij kan misschien nog ergens in Hongkong een B-contractje krijgen. Ik vind het heel triest. Ik vond Jerry de Jong eigenlijk altijd een hele aardige gozer. Een open jongen met wie je een leuk gesprek kon voeren. Ook best soms kritisch over zijn voetbal. Hij heeft met zijn beperkte capaciteit het nog verder gebracht. Ook hij is op international geweest. Ja. Ik vind dit in en in triest. Ja, maar Hugo, wat vind je? Als ik het goed begrijp, komen nu de oude verhalen uit de kleedkamer getuimeld. En gaan al de clubs waar hij gespeeld heeft is nog eens nagaan waar hun portemonneetje toen verdwenen is en welke halsketting er plots weg was. Dus ik vrees dat hij nog maar aan het begin staat van de ellende. Nou, wat ik vreemd vind, het geval Jerry de Jong staat niet op zichzelf. Er zijn meerdere spelers die diezelfde kwaal hebben. En ik ken zomaar 3 spelers die momenteel nog bij grote clubs spelen die hetzelfde gedaan hebben. Alleen er is altijd een soort code, dat komt niet in de publiciteit. Maar vanuit dat Limburg komen alle ranzige details komen weer in de kranten. En ik denk, je moet ook dan een blok vormen samen, zeggen die man is ontslagen en niet al die rommel op straat gooien. Maar als je die rommel niet op straat gooit, dan krijg je de speculaties. Dan gaan er mensen zijn die roepen, misschien heeft hij wel iets met jonge meisjes geflikt. Of nou ja, ik bedoel, dan wordt de verbeelding alleen maar groter. Als je geen uitleg verstrekt. Dat klopt. Misschien wel. Comedy, dat is weer iets heel anders. All Stars won een Emmy. Dat is zeg maar de Oscar voor televisiedrama. En alles wat met televisie te maken heeft. Het Nederlands elftal kreeg van de FIFA een troostprijs. De Wereldvoetbalbond riep het Nederlands elftal uit tot ploeg van het jaar. Vanwege het aanvallende en vooral attractieve voetbal. Dat is mooi, hè? Evert en Apel. Ja, dat wat heel doen mooi. We ermee? Niks. Ik had een andere ploeg genomineerd. Frankrijk of Italië, maar niet het Nederlands elftal. Dit is maar dat toch helemaal niks? Dat komt uit de koker van wat mensen. Het zal waarschijnlijk wel een politiek besluit zijn. Men moet aardig zijn tegen Nederland, omdat er binnenkort duidelijk wordt dat we niet naar het WK gaan of zoiets. Ja. Het slaat helemaal nergens op. Jij stond op de grom in je statement. Laat staan wat je er nu van te melden hebt, Hugo. Ja, nee, dit is toch absurd gewoon. Dit is cabaret. Ja. Nederlands elftal heeft tijdens het EK 1 goede wedstrijd gespeeld tegen Joegoslavië. En voor de rest werden ze van de mat geveegd door Tsjechen, door Portugal, door iedereen. En dan gaat zo'n bons, die waarschijnlijk niet weet dat een bal rond is, roepen dat het Nederlands elftal de vedette van het EK was. Ik vind het lachwekkend. Jij bent mijn laatste steun en toeverlaten. Ja, nou, jij gaat ongetwijfeld roepen dat het toch wel top is. Nou, ik vind dat die tirade van Hugo nergens op slaat. Nou, misschien zit het wat dwars dat België nou zo'n prijs zal krijgen. Herman? Want die verdienen het ook niet. Maar het is natuurlijk wel zo. Ik was wel verbaasd, maar ik ben ook wel tevreden erover. Want het blijkt dus dat in het buitenland dat er met veel respect naar ons voetbal gekeken wordt. En terecht. Want in Nederland willen we en winnen en we willen de schoonheidsprijs stelen. Vaak kan dat niet samengaan. Maar de buitenlanders die vinden het toch wel prachtig zoals wij spelen. Met flair, met lef, altijd aanvallend, met vleugelspitsen. Ja. Het is een soort respect voor wat we gedaan hebben. En dat is best op zijn plaats. Als je ziet hoe alle landen spelen, dan, dan komen wij er echt met kop en schouders bovenuit. We krijgen er verder niks voor. We krijgen er niet voor. Geen bekertje. Respect en enige status. Een persberichtje. Ja.
En we stijgen ook niet op de FIFA-wereldranglijst. Nee. Maar ik ben er niet ontevreden over en ik begrijp het ook wel een beetje. Ja, dit is echt een partisanentaal die je nu spreekt. Oké, zometeen in het vervolg van dit programma hebben we het over Feyenoord, PSV en Ajax. Ik wil jullie even weten, Adriaanse die heeft Bobsen en Brutal José... heeft hij zeg maar even gedegradeerd naar Haarlem. Is dat terecht of niet? Ja of nee? Dat is het enige wat ik wil horen. We praten het straks. Ja. Ja? Is dat terecht? Ik denk het niet, nee. Ik ben er gisteravond geweest en die twee moeten mijn oude clubje gaan redden, want het is niks meer. Ze moeten naar NEC toe dus? Nee, Haarlem is ook oude Haarlem ook club. Oh, je hebt veel oude clubjes. Oké, nou, van dat stigma ben je ook vanaf. Het seizoen zit erop, maar RTL 5 gaat door met verbrand rubber, ronkende motoren, benzinedampen en snelle machines. RTL Formule 1 Magazine, iedere maandag op 5. We houden u op de hoogte van alle nieuwe ontwikkelingen. Neem een kijkje bij de verschillende teams. Interviewen de coureurs. En Olaf Mol en Alaf Kalf maken testritten met diverse snelle racemonsters. Voor de echte diehards die alles willen weten op het gebied van de Formule 1. RTL Formule 1 Magazine. Morgenavond om 22:55. Ik ben er terug bij Sport aan tafel, dames en heren. Deze week speelden PSV en Feyenoord voor de UEFA Cup. PSV won makkelijk van PAOK Saloniki met 3-0. Matja Kessman, jouw grote vriend Hugo, speelde daarin een belangrijke rol. Hij heeft er nu al 4 gespoord tegen Heerenveen, 2 tegen PAOK en 1 tegen NAC. Ben je ondertussen teruggekomen op je stelling dat Kessman er niks van kan? Nee, ik zeg niet dat. Ik heb ook nooit gezegd dat Kessman er niks van kan. Ik heb alleen gezegd dat ik het een dubieuze transfer vind, omdat wat er voor Kessman betaald is, daar kunnen ze 3 Romario's en 4 Ronaldo's voor kopen. Dus daarom vind ik die transfer dubieus. Dat hij, de doelpunten waren intikkertjes meestal, dus veel allure en grandeur ging er niet van uit. Maar dat hij een nummer 9 is, dat zie ik ook wel. Hij loopt een beetje als Jan Mulder zelf soms, bij vlagen. Ja. Maar om nu in één keer, omdat hij een paar doelpunten gemaakt heeft, te roepen dat Kessman de speler van deze competitie is, dat geloof ik nog steeds niet. Voor 25 miljoen eigenlijk niet eens zo erg duur, Evert. Nee, een beetje een goede spits. Is dat waar? Ik moet eerlijk zeggen, in het begin zag ik er niet veel in. Ik vond het een beetje een speler met vervelende nare trekjes. Dat hebben trouwens alle echte goede grote spitsen. Van Basten had ook hele nare trekjes af en toe. Maar langzamerhand heb ik het idee dat hij zich... Hij voelt zich goed, zit goed in zijn vel. Zijn vriendin is er met wie hij koffie kan drinken, zegt hij. En hij begint met Brugging een beter koppel. Ging het om de koffie? Ja, het ging om de koffie, ja. Nou, ik denk dat het om zijn vriendin ging. Hij begint met Brugging een goed koppel te vormen. En ja... Komt wel goed met die jongen, geloof ik. Ambitieus, maar ook een harde werker. Zijn wedstrijdinstelling is voorbeeldig. En ik vind het ook een uitstekende speler. En ik sluit me bij Evert aan. Ik vind hem een beetje een vervelend jongetje. Maar dat is eigenlijk niet relevant. Nee. Wat ik vind. Nee. Ik vind het een goede voetballer. Exact, want als je zoveel scoren zei, dan maakt het eigenlijk niet zo van uit. Hè? Een andere PSV'er is doodongelukkig in die zin. Hij zegt, ik moet elke keer in de basis. We hebben het over Dennis Rommedaal. Hij eist min of meer een basisplaats van Erik Gerrits. Is dat terecht, Johan? Ja, Rommedaal, dat vind ik een hele interessante speler. Die man heeft een natuurlijke snelheid. Dat is zo fantastisch. En dan hoop ik altijd, heb ik ook al eens een keer geschreven, dat er bij PSV trainers zijn die man wat technische vaardigheid bijbrengen. Een paar passeerbewegingen, als dat zou kunnen. Maar het nadeel is dat Ernie Brands en Erik Gerrits, heb ik niet de indruk dat die veel passeerbewegingen in hun bagage hebben. Maar die zouden nu echt een technische trainer op die man moeten zetten. Lopen kan die, heeft een goede wedstrijdinstelling. Alleen de technische vaardigheid laat hem hier en daar in de steek. Heeft hij dat ook nog? Is het de beste race buiten ter wereld? In Denemarken noemen ze hem, nadat hij 2 keer scoorde tegen Duitsland, Dennis Dynamite. Dus je zou zeggen, Rommedaal hoort bij PSV in het eerste. Ja, maar waarschijnlijk is het ook een beetje gevoelige jongen, misschien wat labiel. En dan hoor je een warme jas te krijgen. Nou, daar zijn Brands en Gerrits ook niet echt geschikt voor. Maar die warme jas die geeft Gerrits toch meestal? Ja, maar het is een beetje rare warme jas, hoor. Het is jongens bij de voornaam noemen en omhelzen als ze gescoord hebben. Aha. Maar nee, je moet juist mensen die er net niet zijn, er net niet staan, net niet scherp genoeg zijn, die moet je helpen. Niet degene die gescoord heeft. Maar zou René van de Kerkhof niet eens iedere ochtend een half uurtje of een uurtje met zijn jongen kunnen werken? Als hij wakker is misschien wel. Het is, de oplossing ligt zo dicht bij huis. Van de Kerkhof is handel, Johan. Ja, maar René zou dat best kunnen. Over Van de Kerkhof weten we ook nog een aardig verhaal. Want die vond Van Nistelrooy helemaal niks toen hij pas kwam. Dus. Dat is waar. Maar zo maken we allemaal foutjes. Hoor. Ja, ik heb een keer gezegd dat Dennis Bergkamp er nooit zou komen. Nou, het is redelijk met hem gelukt. Maar dat hebben we van jou ook wel eens gedacht, Johan. Toen je heel lang geleden in de journalistiek kwam. Dan Feyenoord, 2-2 tegen Stuttgart.
Evert, heeft Feyenoord nou eigenlijk een Stuttgart-compleet? Nou, dat geloof ik niet zozeer. Wat mij alleen opviel, en in negatieve zin, was dat Feyenoord de laatste 20 minuten de conditioneel helemaal doorheen zat. En van Duitsers weten we dat ze tot de 97e minuut blijven doorgaan voor 100%. En dat bleek nu ook weer. En dat viel mij van Feyenoord heel erg tegen. Want ik vind Feyenoord toch wel een vrij compacte ploeg. Een vrij fitte ploeg ook wel. Maar dit was ontluisterend, want ze hadden eigenlijk moeten verliezen op het eind. Jawel, maar Feyenoord had vanmiddag had Feyenoord een Willem II-complex. Hè? Ja. Feyenoord is een beetje moe, Feyenoord is aan rust toe. En Feyenoord heeft natuurlijk een vrij kleine selectie. En de trainer die kiest steeds dezelfde groep spelers. Het is altijd hetzelfde elftal, valt er één uit, mag er één in. Mm-hmm. Hij doet niet aan die onzin van de roulatiesystemen. Nee. Dus die jongens die lopen op de toppen van hun tenen met die zware velden. Die hebben af en toe een weekje nodig dat ze maar één keer hoeven spelen. Ja. Zou het ook niet een beetje komen dat ze niet een echte spits hebben? Als je nou ook ziet dat Thomasson die scoort dan. Heel snel in de wedstrijd, hè, ook tegen Stuttgart. Dan krijgt hij weer een wereldkans en die verprutst hij. Zo kun je dat gewoon zeggen. Robin Nelissen, man die bij Feyenoord heeft gespeeld. Verhuurd naar Cambuur, vervolgens aan AZ verhuurd, nu verkocht. Nu in de belangstelling notabene bij Man United en grote Engelse clubs. De Premier League praten we over. Hugo, dat is toch raar? Nee, voor Feyenoord is dat niet raar, want voor Feyenoord is voetbal natuurlijk ook handel. Als je ziet wat ze in het verleden gekocht hebben en verkocht hebben. Ja. Julio Cruz is toch ook ingejubeld als een soort Maradona. Nou ja, ga de laatste jaren maar na wie ze allemaal in de spits hebben gezet. Ik bedoel, bij Feyenoord is het, vrees ik, business. Ja, maar het voetbal komt op de tweede plaats. En Bert van Marwijk is bezig daar een correctie in aan te brengen. Maar heeft natuurlijk nooit het laatste woord bij Feyenoord. Maar zien ze dat dan niet, of hoe zit dat? Ik vond het op zich destijds heel verstandig dat hij naar Cambuur ging. Okay. En ik had ook verwacht dat hij terug zou komen. Ja. Maar Cambuur en AZ is natuurlijk nog niet het niveau van Feyenoord. Maar mij verbaast nog veel meer, maar daar hebben we het wel eens eerder over gehad, dat Connolly nog altijd bij Excelsior speelt, ontzettend veel doelpunten maakt. En waarom speelt die man niet in de Kuip? Daar begrijp ik niets van. In dienst van Feyenoord. Nou, in dienst van Feyenoord. De Feyenoord betaalt. Ik vind zowel Connolly als Nelissen niet goed genoeg voor de spitspositie bij Feyenoord. Want als een van die twee in de spits speelt bij Feyenoord, dan komt hij tegen internationale clubs. En dat zijn spitsen die echt in de spits spelen. Dan krijg je genadeloze mandekkers op je. Dan zijn die mensen helemaal nergens. En met dit systeem, die Deen, die Thomasson, die komt een beetje vanuit het middenveld. Die is heel moeilijk te dekken. Want gaat de mandekker mee, dan vallen er geweldige gaten voor opkomende spelers. Dus ik vind eigenlijk dat het helemaal niet zo slecht gaat met Feyenoord. Ik vind eigenlijk dat het heel goed gaat met Feyenoord. En dat ze dit systeem met deze spelers moeten handhaven. Okay. Maar ik denk, Johan, dat de combinatie Corneev-Thomasson goed gewerkt heeft. Maar nu die rust geblesseerd is, nou komt er te veel op Thomasson af. Ja, en hij mist nog wat veel kansen. Dat is waar. Je zit nu met een ijsmuts, zit hij op de tribune. En het gaat dus met Feyenoord goed. Dankzij Arie Haan las ik tot mijn niet geringe verbazing in het Algemeen Dagblad. Die heeft wat moois achtergelaten. Deze week. Ik geef even wat uitspraken van Arie Haan. Daar moet je dan maar even op reageren, wie dat maar wil. Het voetbal is niet meer van de voetballers. Het is entertainment geworden. Klopt dat? Nee, dat vind ik onzin. Oké, dat is dus onzin. Ik heb Arie Haan dus. Ik heb geen ambities meer. Ik keer nooit meer terug naar Nederland als trainer. Hugo. Nou, dat had hij 10 jaar geleden moeten zeggen. En dan waren wij verlost geweest van de grootste proleet die er ooit in Nederland op een bank heeft gezeten. Oké. En de manier waarop ik dat kan ik niet meer overtreffen. Relax. Jij wel. Ik kom bij je. De manier waarop ik alles haan bij Feyenoord vertrokken ben, zit me niet lekker. Ik ben daardoor afgeknapt op het voetbal. Iets van binnen is geknapt. Kan dat? Ja, maar Arie, dat is een aansteller. Die heeft altijd dit soort sentimentele verhalen. Maar iets van binnen is geknapt, ja, dat kan bij Arie niet. Wat een gelul. Jan Mulder kan daar heel mooi over praten. Die kan Arie als oud-stadgenoot heel mooi neerzetten. Binschoot hebben we het over BVV. Als ik aan Arie denk, dan denk ik ook altijd aan die derde rang Zuid-Amerikanen die in zijn kielzog meekwamen, omdat hij een bevriende makelaar daar had. Ja, oké. Okay. Nou, Tati Montoya, Sanchez, Graaf. Dan tenslotte, nadat ik u al gezegd had, maar ik wil dat we de tweede keer nog wel een keer doen, dat dit allemaal uit het Algemeen Dagblad komt, maar dat terzijde. De kern van Feyenoord wordt nog steeds gevormd door spelers die in mijn periode zijn aangetrokken. Ik heb daar iets achtergelaten. Een team waarop Beenhakker en Van Marwijk nog steeds kunnen voortborduren. Hugo. Nou, ik denk dat als Arie Haan iets achtergelaten heeft bij Feyenoord, dan was het zijn goedkoop parfum. De geur van goedkope parfum. En, zei hij, ik liet spelers uit nachtlokalen halen. Johan. Ja, ik had eerder de indruk dat de spelers hem eruit moesten halen. Ik heb Arie in Stuttgart destijds, vlak voordat hij naar Feyenoord ging, in zo'n biertent bezig gezien daar in Zuid-Duitsland.
Lederhozen. Daar stond hij. Nou, dat ontbrak er nog aan. Ja, dat klopt. Toen Van der Heerik hem belde, toen was hij in zo'n bierstube. Ja, en daar heeft hij toen luid en duidelijk gevierd. Maar Arie hoeft ook niet bang te zijn. Hij wil niet meer terug naar Nederland. Maar hij hoeft echt niet bang te zijn dat er ooit nog een Nederlandse club aan hem begint. Echt niet? Arie gaat nu naar Omonia Nicosia. Ja, ja, en dan wensen we hem allemaal heel erg veel succes. Mooi weer. Voor je het weet, jongens, zit hij bij de Graafschap. Je weet het maar nooit. Nee, Ajax, nee. Co Adriaanse wil dat zijn jonge spelers Kevin Bobsen en Brutale José worden uitgeleend aan Haarlem. Jongens willen niet. Hebben ze gelijk? Nee, ik vind het heel dom van die jongens. Ik zou altijd willen spelen, en het liefst in een standaardteam. Ja, maar en waarom niet naar Haarlem? Wat is daar mis mee? Onderaan in de totodivisie, ja. Johan? Wie zijn Bobsen en Bru? Hoe heet die? Brutale José, in godsnaam dat ze dat durven weigeren. En dat zal waarschijnlijk weer van de zaakwaarnemer afkomen. Maar ik vind het een hele goede zakelijke deal. Zowel voor Haarlem als voor Ajax. Deze jongens zijn niet goed genoeg voor Ajax. Die moeten nu op de bijvelden spelen. Die moeten ervaring opdoen en rijpen in de eerste divisie. En Haarlem is een uitstekend podium. Nee, die jongens die zijn ook niet achterlijk. En die weten dat als je één keer uit beeld bent, dat je bij een club als Ajax niet meer wordt gerecupereerd. Nu moeten ze het erbij velden. Zelfs Nelissen van Feyenoord kan niet meer terugkeren naar Feyenoord. Dus zo werkt het in het voetbal. Dus zij weten goed, één keer Haarlem is Haarlem tot in dan de eeuwigheid. Ze in de etalage, want nu spelen ze niet in de etalage. Ze komen nooit bij, maar, joh, bij Ajax in de eerste. Nooit. De etalage, wat is de etalage? Is de etalage van Haarlem dan? Hey, pas eens even op. Want nu maak je een foutje. Ik was gisteren bij Haarlem. Ja. Er waren haast geen mensen. Leo Beenhakker en Van Hanen. Wisten ze dat je kwam? Zonderlingen. Maar er waren wel een paar scouts. Want bij Haarlem loopt een zekere Essayas die 3 keer een goede voorzet gegeven heeft. En alle scouts waren op de tribune voor Essayas. Dus juist bij dat soort clubjes val je op. Ja, Co-Adriaanse zei, luister, wie niet goed genoeg is voor het voortgezet wetenschappelijk onderwijs, die moet maar naar de HAVO. Dus dat was ongeveer zijn uitleg. Ja, dat is nou een beetje schoolmeestertekst, maar hij heeft in principe wel gelijk. Die jongens hadden gewoon naar Haarlem moeten gaan voetballen. Ze moeten het in de contracten zetten met de clausule dat ze het verplicht zijn. Dat is dus ook wat ze willen binnenkort. Jonge spelers, dat ze mogen worden uitgeleend aan andere clubs. Sigi Lens schijnt ze anders geadviseerd te hebben. Dat ontkent hij weer. Ten slotte kort, Vitesse. Het Openbaar Ministerie overweegt stappen tegen Vitesse. Want, zegt men, er zijn belastingtechnisch, de FIOD twijfelt aan de transfers. De betalingen zouden niet goed zijn gedaan door Vitesse en Albers. Nou, dat verbaast jou niks, Johan. Nee, nou, ik wist dat de FIOD er niet bezig was. Ja. En het duurt altijd een beetje lang, maar die komen er echt op terug. En het bijna schandalige is nu de houding van Albers. Want via zijn advocaat laat hij nu weten, ja, maar Karel is niet alleen verantwoordelijk. Nee. Want er was ook een raad van commissarissen. Ja, dat weten we. Die hebben zitten slapen, want die hebben de verliezen tot 60 miljoen op laten lopen. Nee. En dan zegt hij, en er was ook nog een hele financiële afdeling, maar als je niet precies deed als medewerker daar wat Karel zei, dan vloog je eruit. Je buiten. Dus ik vind het een beetje hypocriet om je nou achter die mensen te verbergen. Ja. Heb jij er een mening over, Hugo, of sta je er te ver vanaf? Nou ja, Albers is voor mij gebrandmerkt en dat zal altijd zo blijven. Maar dus Vitesse nu ook, hè? Vitesse ook, want Vitesse heeft jarenlang als een gelovige in de grillen van Albers meegetreden. Nou ja, wat wil je dan? Dan verbrand je jezelf ook. Ja. Dus die club is inderdaad verbrand. Het is kennelijk zo'n grote rotzooi daar bij Vitesse dat ik heb te doen met Jos Vaassen, die daar nu voorzitter is. Nou, daar heb ik juist helemaal niet mee te doen. Ik wel. Ik geloof dat het een integer mens is. Nou, ik vind het een heel naar mannetje die zo nodig weer op de voorgrond moest. Waarom voetbal weet. Waarom baseer je dat? Ja, dat is zo'n baantjeszieke man. Hè. Je moet maar eens kijken. Alle baantjes die vrijkomen, die wil Jos Vaassen wel hebben. En zit de voetballerij nou te wachten op Jos Vaassen? Dat denk ik toch niet. Weet ik niet. Zou dat niet een beetje meevallen? Nou, ik geloof dat het een goed saneerder en een goed bestuurder is. Nou. Hij heeft hoge functies in de motorsportwereld. Ik raak er niet van onder de indruk van al zijn functies in de motorwereld. Hij heeft wel een groot Paul Nouwen gehalte, hoor. Hij zit in die omgeving toch goed oerend hard. Dat moet toch een beetje kunnen bij Vitesse. Ik vind hem hier wel erg tevreden over zichzelf. Daar staat me een beetje tegen. Ja, maar dat zijn wij met z'n allen hier ook een beetje, Johan. Ja, maar wij mogen dat. Straks in het vervolg van dit programma, dat zit nog, vriend, als we zo meteen aan het vervolg toekomen, hebben we het onder andere over de documentaire Ajax, daar hoorden zij engelen zingen. In één woord, even kort, even, wat vond je ervan? Ik heb onthutsende beelden gezien waarbij ik bijna tranen in de ogen kreeg van die jonge jongetjes. Ajax moet voor de rechter. Jan Wouters, kom als Jan Doedel over en dat is die niet. Goed, daar praten we dus straks over. Over de documentaire die gemaakt is door Roel van Dalen, die morgen officieel in première gaat in Amsterdam. Ajax, daar hoorden zij engelen zingen in Sport aan tafel.